wil ik allereerst even dankbaarheid uitspreken aan alle vrijwilligers, medewerkers hier bij FCC Amersfoort, die ervoor gezorgd hebben dat wij een prachtige wedstrijd hebben kunnen organiseren. Vanavond als kampioenschap van 2017, tevens met de weer, natuurlijk een grandioos succes. Alle medewerkers, hartstikke dankjewel. Voor FCC Kutten stel ik aan u voor Riek Schalk. Vanuit Gelder-Malsen, Riek Kerkhoff. Kutten, Joost Schalk. De lijnrijder met Laura Vazen. De lofsprinters Tim Scharphoff. Uit Kutten, Bart Dikkelhaven. De lijnrijder met Claudio Mario Moesenecki. En FCC Kutten, Milan van Essen. De laatste rit van vandaag met de 117 die de hoofdstof pakken, de 117 die nog in de richting is, alle kracht naar de rug pakken. En wil dat eentje blijven houden om de maximale punten achter zijn naam te hebben in deze mooie prachtige competitie. Met in de achtergrond in Kerkhoff. Kerkhoff, dit is de en die wordt nu niet gegeven door Mario Moesenecki natuurlijk. Vanuit de Weihuis, vanuit die, maar het is de 117 waar het stand, die hier met het absoluut een goedje net weg kan houden en nog steeds op de eerste plek afstaat. Schal op 1, Kerkhoff 2, Moesenecki op 3, inmiddels in de hier opgegeven door de 118 van Joost Schalk. De winst in deze promotieklasse gaat naar Riek Schalk.